Goeiedag. Afgelopen week kwam een einde aan de officiële hittegolf in ons land. Maar de regionale hittegolf in Hupsel in Gelderland, die duurt nog wel voort. En woensdag kwam een einde aan dat warme weer door een aantal stevige buien die over ons land trokken. Leverde plaatselijk veel regenwater op, zoals hier ook in Hardenberg, waar de plassen op de weg kwamen te staan. Maar het contrast was groot, want er waren ook plaatsen in ons land waar vrijwel geen neerslag viel en waar de droogte dus nog voortduurt. Als het aan de weerkaarten van het Europese weermodel ligt, dan blijft het aan het begin van die 30-daagse periode ook nog overwegend droog in onze omgeving. In grote delen van het noorden van Europa wordt een overwegend positieve luchtdrukafwijking berekend. En dat betekent dat het toch wel een redelijk sterk signaal is voor hoge drukgebieden die in dit deel van Europa voorkomen. In het zuiden van Europa juist iets meer een signaal voor wat lagere luchtdruk. Op Corsica en ook in het noorden van Italië kwamen een aantal stevige buien tot ontwikkeling. En dat is ook gerelateerd aan die wat lagere luchtdruk. Nou, het grensvlak daarvan ligt een beetje boven het midden van Europa, maar dat is ook nog niet helemaal in beton gegoten. Want die hoge en lage drukgebieden zijn natuurlijk dynamisch en bewegen zich ook door Europa heen. Nou, wat wel gepaard gaat met dat signaal voor die hogere luchtdruk in het noorden, is dat we ook met overwegend droog weer te maken blijven houden. Neerslagafwijking zo'n 0 tot 10 mm onder het gemiddelde voor het einde van augustus. En dat is wel voor een groot deel van Europa weggelegd. Dus aan die droogte is ondanks die buien van afgelopen week nog zeker het einde niet in zicht. Wat wel opvalt is dat de Balkan wat natter dan gemiddeld uit de bus komt, zo'n 10 tot 30 mm boven de normale. Daar speelt natuurlijk de orografie een rol, heuvelachtige gebieden. En het is afgelopen zomer natuurlijk heel erg heet geweest in die omgeving. Het water van de Middellandse Zee is enorm opgewarmd, bevat heel veel vocht en dan kunnen buien in die omgeving veel regen opleveren. Nou, welke temperatuur kunnen we dan daarbij verwachten? Aan het begin van die 30-daagse periode ook nog wat warmer dan gemiddeld. Een groot deel van Europa kleurt rood op de warmste plekken. Vooral als er onder die hoge drukinvloeden dan ook veel zon in het weerbeeld voorkomt, kan het zo'n 3 tot 6 graden warmer dan normaal zijn. En de weken daarna, aan het begin van september, dan blijft het Europese weermodel met vrij hoge temperatuurafwijkingen komen. Maar wat daarbij wel een opvallende kanttekening is dat we natuurlijk naar nieuwe klimaatnormalen gaan voor een nieuwe maand. De meteorologische herfst begint op 1 september. Dus dan gaan die langjarige gemiddelden ineens naar beneden. En als het dan relatief warm blijft voor de tijd van het jaar, dan vliegen die kleuren ineens heel snel omhoog. En dan lijkt het allemaal vrij dramatisch, terwijl de werkelijke temperatuur nog wel enigszins meevalt, om het maar even zo te zeggen. En dat valt ook terug te zien aan de temperatuurpluim voor Nederland. Dit is ook van het Europese weermodel voor het midden van het land. Die heb ik even als globaal plaatje gepakt. Er zijn natuurlijk wel de nodige Noord-Zuid verschillen. Dan valt op dat in de loop van volgende week vooral donderdag nog wel kans is op 30 graden. Dan met name in het zuiden en oosten van het land. Maar dat daarna de temperatuur toch wel wat af begint te vlakken. Zo rond de 20 graden uitkomt met nog wel de onzekerheid met temperaturen naar boven en beneden. En als dan dat langjarige gemiddelde nog niet veranderd is, dan komt dat in de kaart dus al heel snel als een rode kleur uit de bus. Nou, verderop in die 30-daagse periode staat ons wel misschien een wat grotere weersomslag te wachten. Ik heb hier de kaart van 12 tot 19 september en dan kleurt de kaart ineens wat blauw. Is er meer signaal voor een lagere luchtdruk dan gemiddeld? En opvallend is ook dat het voor een groot deel van Europa is. Een luchtdrukafwijking zo'n 5 tot 10 hectopascal onder het gemiddelde. Aan een lagere luchtdruk, een wat wisselvallige weertype, als lage drukgebieden boven de Atlantische Oceaan tot ontwikkeling komen met een westelijke wind, geholpen door de straalstroom weer in onze omgeving komen, dan gaat dat ook wel wat meer neerslag opleveren. En dat beeld wordt bevestigd door de volgende kaart. De neerslagafwijking, de kaart kleurt weer groen.
10 tot 30 millimeter boven het gemiddelde wordt verwacht voor midden september. En dat is natuurlijk voor de droogte wel goed nieuws. Met wat extra neerslag kunnen eerst de kleine watergangen aangevuld worden en zal geleidelijk ook het grondwaterpeil weer gaan stijgen. Dus dat is voor de natuur ook wel goed nieuws. Nou, nog even samenvattend, het begin van die 30-daagse periode is dus nog overwegend droog en ook vrij warm. Maar daarna komt er mogelijk een weersomslag aan met een wat wisselvallige weertype en dan mogelijk ook weer wat meer regen.